Ik denk wel dat dit de mooiste munt is die ik ooit gevonden heb in deze kwaliteit. Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Sven. Mom. Hallo. Hallo. Ja, wij gaan zoeken op een soort parkje. Een soort grasveldje. Voetbalveldje. Dus we gaan kijken wat we gaan vinden. Maar het is, de laatste tijd is het echt heel warm geweest. Dus ik hoop dat er wat ligt. Ik ben er al een paar keer eerder geweest. Toen lagen er ook wel echt leuke dingen. Dus we gaan kijken of dat nu weer is. Maar dan zie ik jullie zo. Kijk, en dit is natuurlijk ook weer echt zo'n topsignaal. Maar ik klapte de kluit om. En kijk eens wat ik daar zie liggen. Een munt. En wat is het voor munt? Is een euro of een 2 euro? Hey, mam. Ja. Een 2 euro. Hey, een 2 euro. Kunnen we weer een ijsje verkopen? Ja, ja, lekker. Kunnen we een ijsje verkopen? Top. Top. Dit is nou een beetje echt zo'n twijfelsignaal. Ja, rond de 50. Dus we gaan hem even lekker graven. Ja, dit krijg je ook heel vaak. Even die parkjes. Allemaal rode mieren. Echt een hol vol met rode mieren. Maar ik ging net even met de pinpoint kijken. En ik hoor hem daar zitten. Ik hoor hem daar zitten. Dus wat zit echt te... Oh. Dit is niet wat ik denk dat het is. Of wel? Ja. Ja. Ja, kijk die zijkant. Volgens mij heb ik zilver. Ja. Serieus. Ja. Dus 10 cent uit. Ik zie een 90 staan. Oké. Okay. Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik zie daar die 10 staan boven. Ja. En daaronder staat cent. En dat is altijd zilver. Een zilveren 10 cent. Super gaaf. Ja, dat is echt gaaf zeg. Ja, gewoon op een speelveldje. Wie verwacht dat nou? Dat is oude stadgrond voor mij. Hier? Voor mij wel, ja. Oh ja, want je ziet het wel een beetje zo heuvelen. Ja. Dus dan hebben ze er wel iets op gegooid. Super gaaf. Even naartoe lopen. Ik denk een heel zwaar zegelloontje, maar. Kijk. Oh ja, zo. Die is gaaf. Ja. Heus sinds wanneer kan zegellood roesten? Ja, dat weet ik ook niet. Dan heb je toch wel gelijk dat het misschien stort is hier. Want er liggen toch wel oude dingen. Allemaal opgevuld toen. Dat is wel gaaf. Ja, grappig hè. Staat er nog wat op? Ja, er staat wel wat op, maar ik kan niet lezen. Even kijken. Nou, ik had het ook niet echt lezen. Nee, nee. Nou, top. Top, hè? Toppie. Toppie. Oké, dan. Ik haal mijn thees eruit. En het ziet er wel heel erg uit. Als een heiliganger. Dus ik denk dat het een heiliganger is. Oh, er staat nog tekst op, joh. Dus het lijkt alsof er tekst op staat daar. Ik ga hem even borstelen. Oké, ik heb me een klein beetje geborsteld. Het lijkt alsof er in het midden iemand zit. Het lijkt wel, ja, misschien is Jezus wel zo. Want het is een heiliganger, dus het heeft iets met het geloof te maken. Kijk, hij is wel heel slecht. Zat, ja, ik dacht dat de tekst op stond, maar toch niet echt. Maar het lijkt toch alsof iemand daar zit, in het midden. Dus super gaaf, een heiliganger, man. Ja, top. Ja. Nou, ik loop vandaag met de Q60. Deze ook te koop bij Kooistra. En ja, de link staat zal in de beschrijving staan van Kooistra. En dan zal ik nog heel snel even mijn instellingen laten zien. Nou, ik heb de Exclude ID tot 22. Dan heb ik de 4 tonen aan, want dat vind ik echt super fijn. De lage tonen is 15. De middentonen 50. En de hoge tonen 75. Dan de Fashion heb ik op 5. Dan de Band heb ik op 2. En de frequentie op 5. Dus daar heb ik eigenlijk dit allemaal mee gevonden. Ja, super man. Echt super gaaf. Ja. Nou, de link staat in de beschrijving. Ik denk wel dat dit de mooiste munt is die ik ooit gevonden heb in deze kwaliteit.
Mam, jij hebt hem al gezien. Ik heb hem gezien, ja. Hij is echt super gaaf, hè. Deze kwaliteit nog. Dat is heel gaaf, ja. Je vindt ze wel eens vaker, maar nooit deze kwaliteit. Je hebt wel mazzel, hè. Ik heb nog maar één zegelootje. Ja. De rest alleen maar blik. Ja, zegelootje is ook top. Blik moet er ook uit. Maar het is raar, want er liggen geen moderne munten. Nee. Ja, die 2 euro. Oh ja, die 2 euro die hadden we ook nog. Ja. Maar kijk dan. Dit is echt super gaaf. Kijk hoe mooi die nog is. Een 1 leeuwencent. Het is, oh, deze is echt bizar mooi. Nou, is echt mooi. Maar besef even, hè. We hebben echt honderden kinderen dit jaar al op dit trapveldje gevoetbald en zo. Ja. En die lopen hier gewoon overheen. Ja. Dat is toch raar om te beseffen. Als je nu een euro onder de grond legt. Ja, waardeloos. Ja, die van net was ook heel slecht. Ja. Valt het topmunt is dit. Nou, ik heb hier de Quest Q60 voor me en ik vind het echt een topdetector. En dat eigenlijk omdat je alles naar je eigen smaak kan instellen. Dus ik heb hier de Exclude ID, die heb ik op 20 staan. Het is misschien een beetje veel, maar ja, dan laat je in ieder geval het ijzer liggen. Dan heb ik de toon heb ik op 4 tonen staan. Dat vind ik eigenlijk vind ik dat perfect. 3 is ook goed, maar ja, ik vind 4 vind ik echt perfect. De laagtoon heb ik op 15. De middentoon op 66 en de high-toon op 67. Ja. Kijk, en dit is echt een typisch treklipjes signaal. Gaat er overheen. En deze, ja, deze graaf je eigenlijk altijd. Dus dat is altijd heel veel met treklipjes. Maar ja, op een gegeven moment dan heb je het wel weer door en dan ga je ze minder graven. Kijk, en deze bijvoorbeeld ook, dat geeft echt een knaller van een signaal. Is een 6-stuiverstuk uit Deventer. Kijk, als ik hem even neerleg. Kijk, het geeft echt een knallen van de CL. Ja, dus die laat je eigenlijk ook helemaal niet liggen. Kijk, en dit is waarom ik altijd zeg waarom je altijd niet te snel moet lopen. Want anders laat je dit soort dingetjes liggen. Dit is een zilver stukje van een rozenkrans. Als ik hem hier neerleg, dan kan je hem eigenlijk, kijk, je hoort hem heel goed, maar hoe sneller je er overheen loopt, hoe sneller je hem laat liggen. Maar zoals je goed ziet, het is een heel klein stukje zilver, maar hij pakt hem alsnog echt top. Dus dat vind ik ook echt super fijn. Kijk, en hier hebben we een heel klein zilver kinderringetje met een A en natuurlijk de 925 erin. Kijk. Ja, dat, ja, dit is echt hetzelfde signaal als, ja, als zilver eigenlijk. Eigenlijk komt zilver meestal heel hoog binnen en loop je nooit mis. Loopt echt nooit mis. Ja, alleen als je er echt zo overheen gaat lopen, dan kan je het mislopen. Maar ja, als je nou zachtjes eroverheen loopt, dan kan je het eigenlijk nooit missen. Kijk, en dit is dan mijn eigen ring. Dit is een zilveren Buddha to Buddha ring. En even kijken wat voor signaal die geeft. Kijk, dit is natuurlijk een heel dun ringetje. Maar die van mij, ja, die is echt heel dik. Dus zoals je ziet, deze geeft een, ja, tussen de 60 en de 70. En deze geeft echt in de 90 aan. Maar als stel je voor, er liggen 2 dingen naast elkaar. Ja, dan pakt hij ook echt makkelijk. Dan pakt hij super makkelijk. Want dan hoor je eigenlijk gelijk 2 piepjes. Echt top. Kijk, en dit zijn altijd de moeilijkere dingen om te vinden. Dit is een kanonskogeltje. Alleen dit is natuurlijk vol metaal. Dus ja, niet elke detector gaat erop af. Want heel veel mensen die hebben dan het metaal uitgezet. Net zoals mij eigenlijk. Maar ja, soms dan is het ook slim om het niet te doen. Want dan loop je dit soort dingen niet mis. Kijk, daar ligt het kanonskogeltje. En ik heb tot 20 uitgezet. En zoals je ziet, je hoort hem niet. Echt. Je loopt er zo overheen, want je, ja, hij ligt er eigenlijk volgens je detector niet, omdat je het uit hebt gezet. Kijk, daar ligt hij. Ik heb 20 heb ik uitgezet. Maar kijk, nu pakt hij hem echt met gemak. Maar de vraag is natuurlijk, wil je zoveel ijzer graven voor een kanonskogeltje? Ja, iedereen zegt natuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar als je bijna 10 kilo ijzer op een dag graaft, dan ben je er snel klaar mee. Nou, het was niet een hele lange video, maar wel echt met topvondsten. Heel het was leuk, wel ja. Echt super leuk. Ja. Maar het schijnt dus, dat hoorden we net, dat het is opgespoten. Dus dat er grond bij is gekomen van heel ergens anders.
Dus daarom dat die oude dingen er misschien ook lagen. En ja, ik vond het wel echt heel leuk. Ja, was superleuk. Ja. Het was niet een hele lange video, maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus abonneren op ons kanaal, dat kan hier beneden. De link van Koisa staat ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! Doei!